Huisarts Bart ziet dagelijks minstens 25 patiënten. Dat zijn er meer dan 6.500 per jaar. Regelmatig wijst hij patiënten op handige e-health toepassingen. Voor sommige mensen is het gebruik van e-health niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld voor Wies. Wies is 42 en laag opgeleid. Ze heeft geen eigen computer of smartphone en vindt internet ingewikkeld. Dus haar zoon helpt haar vaak. Een paar weken geleden is ontdekt dat Wies diabetes heeft. Huisarts Bart heeft haar naar een website verwezen. Daar kan Wies meer lezen over diabetes en wat ze daar zelf aan kan doen. Wies heeft een vervolgafspraak bij de huisarts. Is het gelukt? Ben je voldoende te weten gekomen over diabetes op de website? Heb je wat kunnen lezen over diabetes? Ja, maar ik ben eigenlijk alles alweer vergeten. Heb je een computer thuis? Nee, maar mijn zoon heeft er een. Zo een die je mee kan nemen ergens naartoe? En zou je die mogen gebruiken om informatie op te zoeken op het internet? Ja, hij heeft hem al bij me achtergelaten en we hebben er ook al samen naar gekeken. Mm-hmm. Alleen toen was hij weg en toen was ik eigenlijk al heel veel weer vergeten. Dus toen wou ik nog een keer kijken, maar toen stond er dat je moest inloggen. Ja, ik weet niet wat dat is. Oké, daar kan ik me iets bij voorstellen. Hey, om te beginnen, hartstikke fijn dat je die computer mag gebruiken van je zoon. Dat je die kan gebruiken ook. Ik ken ook een website waar je niet hoeft in te loggen en die in begrijpelijke taal alles uitlegt. Okay. Hey, je moet je alleen deze letters even overtikken. Okay. En dan zou dat helemaal goed moeten komen, denk ik. Ja, denk ik ook. Ja? Dankjewel. Alsjeblieft, succes.